Een hele mooie reeks. En dan vanavond dit. Wat, wat, wat gebeurde er? Ja, onverwacht. Hè? Uh, ik denk, uh, ja, we zaten zo goed in de flow. We wonnen alle wedstrijden. En uh, ja, dan kan je een keer op, uh, op dit gaan lopen. En uh, dat is vandaag gebeurd. Hoe frustrerend was het voor jou? <laughs> ja, voor mij wel. Uh, ja. ja, frustrerend. Het uh, was niet leuk. Ik had veel kansen. En die vliegen allemaal op de lat of pal. En uh, ja, dat is uh, gewoon heel zonde. Nou, besef je dan op een gegeven moment ook, het, het is zo'n avond? Ja, 100%. Ik, uh, ik dacht ook van, uh, ja, even kijken of we er eentje erin kan schieten. En dan raak je de pal. En dan weer de lat. En dan weer de pal. En dan denk je ook van jezelf van, het is mijn dag niet vandaag. Los daarvan, de spits waar die tegen spelen. Ja, was hij nou zo goed? Of deden jullie zoveel fout? Wat vond jij? Uh, ja, we hebben afgesproken maandikking. Uh, ja. uh, blijkbaar stond hij op een goede plekje. En uh, ja, ik denk dat de derde schoot hij uh, per ongeluk en uh, ja, die vliegt erin. Kijk, uh, zulke dagen heb je ook in die uitdaging vandaag. Nou, uh, hoe hard komt deze tik aan? Als je dan hier zo dik verliest, terwijl hij zo goed bovenin meededen? Nou, als je kijkt naar onze uh, tweede helft, denk ik dat wij uh, zeker wel verdiend hadden op een punt. Al die kansen die wij hebben gehad. Ik denk dat zij de tweede helft bijna niks hebben gecreëerd. Dus uh, ik wil niet zeggen dat het gelijk een slecht gevoel is. Uh, ja, we gaan gewoon verder hoe wij de tweede helft hebben gespeeld. En we moeten gewoon uh, ons fouten uh, ja, verbeteren. En ik denk dat dat uh, zaterdag al kan. En qua eerste helft, wat is het dan? Een stukje focus? Is het misschien een woensdagavondwedstrijd? Want... Nou, ja, het is niet fijn om achter te komen. En ja, na de ene kwam de tweede en, en na de tweede kwam de derde. Ja, dan ga je natuurlijk uh, uh, met zo'n gezicht, uh, met een lang gezicht uh, naar de kleedka kleedkamer toe. En dan op een gegeven moment uh, bespreken we met de trainer hoe we het gaan doen in de tweede helft. En ik denk dat we het dan uh, uitstekend hebben gedaan. Wat gebeurde er trouwens nog op het einde? Ik zag je nog even iets sussen met uh, mijn chesh, als ik het goed uit. Ja, nee, ik uh, zat al een, uh, een ruzietje op, uh, op het veld. En uh, het zijn twee Franse jongens en uh, ja, ik kan toch wel een klein beetje Frans. Ja, dat hoor nee, uh, ja, ik uh, ik kan natuurlijk Frans en uh, ja, ik probeer het gewoon uh, uit te leggen uh, dat, dat dit niet hoeft. En uh, ja, zodoende. Dankjewel voor je Graag gedaan. Yes.